Hallo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Teleuten. Teleuten met Vincent, we gaan weer lekker de week bespreken, want ik ga weer leuke dingen doen. En wat dat voor dingen zijn, dat hoor je aan het intro. Ja! En welkom mensen weer bij een nieuwe aflevering. Voor de mensen die weten, ik ga altijd lekker met Teleuten, gaan we lekker relaxen, gaan we lekker een babbeltje maken met mijn publiek, met jullie kijkers en... Ik heb er zin in. Vooral deze week. De week is druk geweest. Hè? Ik ben naar Ger Vos geweest natuurlijk. Het was al echt ontzettend leuk. Ik heb Litouwers gezien. Ik heb Bassie gesproken. Ik heb andere bekende mensen. Rutger Kot heb ik gezien. En dat is heel apart hoe je dan in één keer in zo'n wereldje belandt. In zo'n wereldje met allemaal bekende mensen. En ja, het zijn natuurlijk ook maar gewoon mensen. Zoals ik. Hè? Mensen zien mij als een soort van... YouTuber natuurlijk, logisch, maar ik ben ook gewoon maar een mens en ja, ik vind het wel leuk dat jullie mij herkennen. Dat vind ik fantastisch. Meestal voel ik me niet lekker of dan ik heb een hekel aan reizen. Hè? Het duurt lang en je komt soms helemaal niet vooruit met de NS. En dan komt er iemand naar me toe en die herkent mij. Dat vind ik dan leuk en die wil op de foto met me en dat is toch... En dan denk ik toch bij mezelf van, ja, het is echt super leuk hoe mensen zo kunnen reageren buiten het publiek. En dat als voor... Morgen, ja, dus dinsdag, het is vandaag maandag, elke maandag Teleuten. Morgen ga ik naar de Efteling. Ja, ik heb zo'n bandje, ik weet niet waar die is. Het begint al lekker. En op dat bandje, dat is een wit bandje, ik weet echt niet waar die is. Ik moet hem nog gaan zoeken. Hij ligt ergens en dat witte bandje, dat, sorry voor de herrie, dat zorgt ervoor dat ik, dat is een USB'tje. En dat USB'tje kan je dus foto's opzetten van attracties. Dus als je onrides hebt, de bobsleebaan of iets, hè, dan kan je die stick, kan je dan geven aan die medewerker. En die plaatst dan die foto op die USB-stick. En die USB, die kan je dan 1 jaar gebruiken. Elk jaar wordt die dan anders, maar 1 jaar kan je hem gebruiken. Dus ja, we zijn met een oneven aantal. We gaan met heel veel crewleden. Vijf crewleden. De rest moet gewoon naar school. En sommigen hebben zich ziek gebeld van school. En dus, we gaan gewoon door de weekse dag, omdat het lekker rustig is. Lekker voor het eerst ga ik naar de Winter Efteling. Dat is echt heel gaaf. Dus ik ben dit jaar eigenlijk voor het eerst naar Halloween Fright Nights geweest in Walibi. Ik heb Bobbejaarland Halloween gezien voor het eerst. En nu dus eindelijk de Winter Efteling. Ik ben heel benieuwd. Helaas kan ik niet in de nieuwe Piranha. Nog steeds niet. Ik heb hem nog steeds niet bezocht. Vorige keer toen ik bij de Efteling ging die binnen 2 weken open. En nu is het Winter Efteling, nou is die stil. Nou ja. En de Vliegende Hollander, daar kan ik dan nog wel mee leven. Dat is wel een goede achtbaan, maar ben ik ook wel een beetje op uitgekeken. Hè? Het is niet een hele superbaan, maar het is ook niet echt een saaie baan. Het zit er weer net tussenin. En dan gaan we het hebben over de series. Ik heb het namelijk opgeschreven, daarom zie je mij naar beneden kijken. Ik heb wat series lopen op mijn kanaal, zoals The Evil Within, Postal 2, Vrachtwagenchauffeur Vincent en ook gewoon random video's. En die blijven gewoon op mijn kanaal. Ik weet dat die niet zo heel erg sterk scoren bij jullie. Excuus. Maar ik vind het leuk om niet alleen maar Minecraft te spelen. Ik vind het leuk om niet alleen maar rollercoasters te spelen of No Limits. Ik vind het ook leuk om gewoon andere spellen een kans te geven. En Postal 2 vind ik zelf een heel leuk spel en heb ik eigenlijk nog nooit... uitgespeeld zonder cheats. Echt een noob. Echt een noob. En ja, ik, het is ook heel lang geleden dat ik dat spel heb gespeeld, Postal. Maar het is... Ik vind het dan fantastisch om gewoon eventjes dat spel te spelen voor jullie. Vrachtwagenchauffeur Vincent, daar ben ik een beetje negatief over. Ik zal even wegdrinken wat ik nu heb gezegd. Oeh. Vrachtwagenchauffeur Vincent is voor mij heel erg naar beneden gezakt. En dat komt omdat het spel 1 punt heeft, 1 doel. En dat is van A naar B rijden. En ja, op een gegeven moment wordt het gewoon, na 40 afleveringen bijna, word je het gewoon een beetje zat. Het is gewoon vrijwel hetzelfde en er is niet veel verschil. Maar mensen willen toch die serie zien. Dus je moet je voorstellen, ik heb moeite met opnemen, omdat ik soms niet weet wat ik moet zeggen. Omdat ik gewoon, ja, of de fantasie niet heb, of dat ik gewoon het spel niet leuk vind. Waardoor ik dus, hè, wordt lastig. Dus ik moet even kijken, er is pas geleden een aflevering uitgekomen, maar die heb ik al heel lang geleden opgenomen. Ik had gewoon moeite om op te nemen, dus
ik weet niet of de serie doorgaat. Ja. En als jullie dan zeggen van Vincent, je moet dit gewoon blijven spelen. Je moet gewoon dit volhouden. Dan wil ik het best wel weer een keer proberen. Maar waarschijnlijk zal de serie wel wat minderen. Maar ik vind het wel leuk, want soms in comments dan zie je het terugkomen van wanneer komt Vincent vrouw bij zijn vuur? En dan denk ik van, oh shit. Shit, ik moet hem opnemen. The Evil Within heb ik gisteren echt 3 uur gespeeld of zo. Fantastische game, echt fantastisch. Dat is toch wel de enige echte horror game die ik speel op mijn kanaal. 2015 staat er ook op mijn lijstje. Gewoon random, 2015, de muziek houdt op. 2015 met een rondje eromheen en zo van die knalletjes. Dat betekent het vuurwerk, hè. Want dit jaar gaat natuurlijk weer... hopelijk jullie veilig om met vuurwerk. Dat hoop ik, want ik... Ja, je moet je voorstellen, weet je, dat je gewoon een vinger mist of zo. Dat lijkt me zo vreselijk. Daar moet je gewoon niet aan denken, maar kijk AUB uit en vooral met het knalvuurwerk. Ik ga dit jaar geen knalvuurwerk halen. Dat is een beetje voorbij. Je wordt ouder en dan op een gegeven moment ga je het ook wel een beetje zat worden. Maar dan gaan we nu de potten kopen. Dus de sierpotten, die vind ik eigenlijk het mooist. En die kunnen lekker in de lucht knallen. Is op zich wel veilig. Tenzij je... zijwaarts zet, die bak. Dan wordt het gevaarlijk. Dus dat ga ik doen met vuurwerk. Maar ik hoop dat jullie ook een beetje veilig omgaan met het vuurwerk. Nog een laatste ding. De subscribers, dus jullie, de abonnees. Ik wil je nog steeds ontzettend bedanken. Want jullie helpen me altijd een handje extra. En dat betekent waarin dan? Nou, met het... Met de zin van YouTube. Hè? Jullie helpen mij met het leuk maken van video's. Zonder jullie kan ik ook geen video's maken. Logisch. Ik heb nu 28.000 abonnees en ik vind het gewoon heel leuk. Ja, ik vind gewoon een vast groepje. Wil ik liever dan een hele super grote groep die onoverzichtelijk wordt. En we hebben nu gewoon een klein clubje. En dat is gewoon heel cool en dat vind ik heel tof. En ik hoop dat ik op de 28.000 subs blijf. En dat het gewoon gezellig wordt met iedereen eromheen. En dat gaat zeker weten, leuke mensen. Ik bedank u voor het kijken voor deze deload video. En vergeet niet een like te geven voor deze video. En dan dus, ik ben morgen in Efteling. Ik ga natuurlijk wat filmen voor jullie. Dus dat komt zeker weten op dit kanaal en op mijn vlogkanaal. Die weten jullie inmiddels ook wel. Dus ik ga nog even mijn thee opdrinken. Hij is inmiddels wel een beetje koud geworden. En tot de volgende week. Dan gaan we weer even de week bespreken. En dan ga ik vertellen hoe het was met de Efteling en bla 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 bla. Doei doei!